have a chair. Kijk, Don. I have a chair. Een stoel is toch gewoon een dikke drol? Oh nee, dat is nee, dit. Een stoel is een kruk. Ah, lekker man, weet je wat ik ook heb? Ik heb nog 59 minuten en 39 seconden om te ontsnappen met Don, jongens. We zijn weer terug. Oh, wat heerlijk altijd als wij moeten ontsnappen, Don. Ik vind het ook fantastisch om met jou opgesloten te zitten, weet je dat? Zeker, dat is zo leuk. Zo. Weet je wat ook leuk is? Dan moet je wel ik met heb... me omgaan en met me lachen. Ja. Ja. Wat is leuk, behalve ik, zeg het even. Koffie drinken, daar krijg ik altijd dit van. Stoel. I can't contain my stoel. Ja, nee, maar dat zei ik toch? Stoel is toch kak? Ja, stoelgang. Ja, oh, stoel. Fuck. Oh. Maar je hebt stoel is kruk, maar ook stoel dat je... Oh, sorry. Oké. Ja, hier. Ik heb over je heen gestoeld, Don. Hier. Ah, nee, niet over me heen stoelen. Hey, maar tijd is wel een beetje belangrijk, Don. Misschien moeten we niet gewoon gezellig gaan doen en over onze stoelgang praten, maar gewoon daadwerkelijk... ontsnappen. Maar ik was al bezig hoor, ik was al bezig. Maar wat nou als we een keer niet ontsnappen? Imagine, dat we gewoon voor eeuwig samen vastzitten. Ja. Wat als, hè? Vind ik eigenlijk ook wel heel fijn. Ja, oké, ik ga wel concentreren. Ik zie meerdere dingen. Ik zie meerdere paarden op portretten. Ik zie een buffalo, 4 paarden, 1 buffalo, 3 paarden. Kan iets betekenen. Oh, ja, mannen met snorren. What the fuck? Mannen met snorren. Ik zie hier Native Americans met buffalo's. Mm-hmm. Ik kan beter... Oh, dit mes is verdacht. Deze vind ik verdacht. Die kun je openklappen. Die zus. Maar is er dan een token of is er dan... Oh, token. Nee. Dit is voor de barbier. Hey, hier is een tandwiel ook. Dat is leuk. Zie je dit? Deze klok. Is met een snor. Snorrenklok. Oh ja. Snorrenklok. Oh, maar hier hangt iemand met een... Oh nee. Ja, jongere mensen met snorren, maar niet... Allemaal snorren. Niet jouw karakter zoek. Heeft ook een snor. Oh, deze kam heeft ook een snor. Snor. Oh, ik heb een briefie. Ik zal het even voorlezen voor je, Don. Snor. Volg mij op mijn only... Oh, nee. Wat? Rudy-shop... Oh, nee. Alleen op mijn ventilator. Ventilator. Don, ik kan dit allemaal niet. Hoezo niet? Ik spreek geen Frans. Kun jij dit lezen? Parlez-vous een beetje Frans? Stop cleaning your brush on the paintings. The cream is removing the paint. Sincerely, the barkeeper. Welke paint? Kan die ook allemaal, hè? Ik kan gewoon Frans. Parlez-vous een beetje Frans, hè? Wacht, maar... Beetje, gewoon een beetje. Petit peu, hè? Petit peu. Brush on the paintings. The cream is removing the paint. Oh, maar dan zit er iets achter de paintings. Oh. Dus deze paints moeten we cleanen met de drek. Alleen, waar is die drek dan? Met de drek? Het klinkt echt als een paard dat sterft, jongen, dat deurtje. Misschien sterft hij ook wel. Ja, misschien wel, wie weet. Weet je, als het zo klinkt, waar rook is vuur, Rudy. Ja, nee, dat is wel waar. Dat zou de cookie crumbles. Dat is how de cookie. Hey, token! 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 Oké. Ja, ik moet even dingen gaan unlocken, maar waar kun ik het beste beginnen? Hier staat een... Er zijn vormpjes op. Een ventilator met vierkantje, driehoekje, rondje. Ik heb zo'n handfan hier gezien. Oké, hier staat sterretje, zeshoek, rondje, vierkantje. Ik ga gamba. Ah, wacht, daar kan ik het wel mee oplossen. Wat is de volgorde? Fuck. Vierkantje, driehoekje, rondje. Oké. Oh, vierkantje is 3, 5... Gamba. 3, 5, 6. Oh. 3, heb je het goed gedaan? Nou, ik dacht van wel, maar nee. Hoppa, gamba. Hey, nou heb ik zo'n baardwasborstel. Oh ja, probeer die over de schilderij heen. Dat doet hij niet. Moet ik hem niet eerst ergens indippen of zo? Gewoon wie in, weet, wie in weet. Guacamole of zo? Guac? Guac. Wacht, er is meer. Diary. Piano players want his beard cut at 80 millimeters length. Oké. Precies 3 keer per week. En zegt dat het hem helpt om zijn ritme te behouden met de metronoom. Oké. First he showed me how written notes correspond to the letter notes. Yeah, then he showed me the letter notes to the piano keys. Oh, wow. Moet ik echt piano gaan spelen? Ik denk dat ik dan... Oh, wow. Dan moet ik dat gaan vertalen. Ik ga de gokmachine breken. Ja, doe dat. Oké, maar we kunnen eigenlijk nog helemaal geen piano spelen, hè, want het ding is nog dicht. Pals. Hier is wel de metronoom. Oh. Don is weer lekker aan het gokken, zoals altijd. Ja, nee, gaat niet goed. Even kijken. Regardless of other bets, the spin will always land on red. Klinkt wel leuk eigenlijk. Dat lijkt een beetje op die gokkast van rust. Rood. Oké. Maar ik krijg niet de volledige muntjes eruit. Tenminste, ik krijg er 5 uit, maar dat is ook elke keer mijn inzet. Oh, maar ze moeten dus vol. Misschien moet ik gewoon echt elke keer elk volledige muntjes erin. Rood. There we go. Oh, dat is voor de inzet. Oh, oké. Oké, bet on black. The next spin will land on +6 fields clockwise. Hey, maar hier is ook nog een slotmachine, of een fruitmachine. Kun je daar niet gewoon maximaal je geld uit verdubbelen of zo?
Even kijken. Place a coin inside the machine and pull the lever. The jackpot is 3 sevens. Ja. Yeah. Yep. To test the winning of the jackpot, unlock the back plate with the service key. Oh, ja. Oké. Nee, maar die heb ik ook nodig voor de piano. En hier zit inderdaad een gat. Aha. How to stock the bar. Oh mijn god. Bar. Dit ja, bar. Dat is... Kijk. Hemel. Er is hier zoveel te doen in deze kamer. De salon is echt... Verschrikkelijk. Ik heb hier al Warhorse en Buffalo. Dat zijn deze twee flesjes hier links. Ja. Dat is waarschijnlijk de stok. Oh, op die manier. Op die plateautjes. Ja, oké. Okay. Ja, heel veel van die leegflessen boeien niet. Maar dat zijn dus gewoon... We zoeken dus eigenlijk gewoon named brands in principe. Ja, en deze... Even kijken. Horse race numbers met Lucky, Bolt, et cetera. Dat heeft weer dit bord te maken, denk ik dan. Lucky en Bolt en noem het eens. Maar daar zijn we nog helemaal niet. Deze is misschien wel interessant voor jou, want jij was bezig met gokken, toch? Ah, was heb je wel eens overwogen om het te livestreamen op YouTube? Ja, dan is even de... Oh, daar krijg ik zo de tering van. Maar goed, ik heb hier een slot met 3 cijfers. Er staat Edgar's win, dead bet en Gabe's loss. Dus dan moet het gelijk staan aan een getal van een cijfer. Maar ik weet niet of deze code eventueel voor iets staan. Of zou dat te maken hebben met deze tafel? Och, er is zoveel te doen. Wedden, er ligt een token in de boot. Token? Oké, wedden van niet. Token? Token? Nee, helaas. Oké, ik heb nu 10 muntjes. Ik ga 10 muntjes gamba. Gamba, doe het. Geloof ik weet niet je. Hoeveel ik erbij kan doen. Oké, hij glitst gewoon over de laatste heen dan. Maar dat is dus inzet. Ja, en dan landt hij weer op rood. En dan komen er 5 uit. Dus ik heb gewoon 5 muntjes nu vergald. En ik denk dat ik daarmee misschien het spel heb verneukt. Maar betekent het niet of zo dat rood iets betekent? Dus dat de waarde van rood 5 is of iets? Oh, dat zou kunnen. Oh nee, want je moet wel inleggen. Nee. Ja, het staat hier in het boekje. Je kunt anders wel even meekijken. Oh mee ja, kijken. Ik lees wel even mee. And regardless of other bets, the spin will always land on a red field. Zij dus, landt gewoon hoe dan ook altijd op rood. Ja, en als je dan op zwart gokt, dan wordt de spin op plus 6 clockwise. Dus waar die huidig op staat, gaat die dan plus 6 clockwise. Ja. Als je op groen bet, dan gaat die half field movement... amount of black and yellow, and next spin will land on 4 clockwise. Yeah. Maar ik snap het punt er niet helemaal van. Dus moet die per se ergens op staan? Goeie vraag. Ik had de rechterkant niet gelezen, maar kun je ook bijvoorbeeld op meerdere kleuren tegelijkertijd inzetten? Dat kan, ja. Oké, wacht, mag ik dat boekje nog eens lezen? Oh ja, ik leg hem anders hier wel even neer. Oh, ga gewoon even lezen hoe ik moet gokken. Oh mijn god, Eureka, ik snap het! Het enige wat ik moet doen is gamble streams doen op YouTube. Oh mijn god. Er zijn nu best veel mensen die het doen, hè? Ja, ik heb het gezien. Het is echt verschrikkelijk. Ik vind het jammer, laat ik het zo zeggen. Ja, ik ook. Maar goed, de staat van het platform kan op sommige fronten sowieso wel iets opschoning gebruiken. Ik ben daadwerkelijk winst aan het maken. Ik heb nu 7 muntjes. Kijk, place a coin inside the machine, pull the lever, the jack... Oh, dit is de andere, oké. Okay. The jackpot is 3 sevens, it to infinitely spin, insert the service key, oké. To test the winning of the jackpot, unlock the backplate with 2 red gears. We hebben 1 red gear gevonden trouwens. To disable the randomness, oké. Dus eigenlijk wil je gewoon de jackpot winnen met die machine. Alleen je kan dat, ik denk, makkelijker maken of alleen maar produceren eigenlijk als je die sleutel hebt en 2 van die... Gears. Ja. Oh, ja, de fuck heb die slot, ja, en deze dan helemaal. Inderdaad. Ja, het is een Dewey slotmachine. Maar ik weet nog niet wat het idee is van die munten. Er staat niks van een naam of iets wat het betekent. Of... Oh, ik moet de J... hij moet op de J komen. Je moet de J forceren. Oké, wacht. Dus dan kun je wel tellen van. Je doet 1 daarin, 2 daarin. Ik zat van waar moet hij inderdaad opkomen, maar ik snap het nu. Ja, oké. Nou, lekker gokken. Oké, dan ga ik even deze dit muziekmysterie oplossen. Ik denk dat we beide gewoon lekker in elkaars aura gaan nadenken. Ja. Heerlijk. Ik hou van aura. Ik ook wel. Ik heb hier een boek. En een pianoplayer, geen naam, 80 mm, 3 keer per week. De teringding is stuk. Hij komt elke keer op dezelfde. Ah, nee, blijkbaar niet. Maar ik deed op groen. Ja? En hij ging gewoon op rood. Oké. Oh? 3 keer per week. Okay, dat is 3, 30, 80 mm. What the fuck? Ik snap je geen zak. What the fuck? Maar het is die klok. Ik zit even niet op te letten hoor. Ik ook niet. Ik zit even gewoon heel geconcentreerd naar zo'n ding te kijken. Maar ik denk dat ik hem heb. Ja, je bent ook nogal in trans. Adam? Adam? Nee, man. Ik mis er weer eentje. Ik denk ook echt dat we een gun moeten hebben om het slot eraf te schieten ofzo. What the fuck? Oh ja, dat zal ongetwijfeld wel moeten. Oké, maar wat nou als het 2 is? Hey, er gebeurt iets. Huh? Nee, ja, er gebeurt iets. Je doet iets. Oh, 2.
En dan... 2... 30. En dan... Hier. Ja! Goed zo! Oh ja, kutzooi. 4 uur kuppensoep, dat zouden meer mensen moeten doen. Zouden ze wel moeten doen. Ja, ik heb nu 2 gears in ieder geval. Hé, wat is dit? Waarom zie ik er nu pas? Een card counter. Kunnen we kaarten tellen? Oh god. Oh nee. Ik kan het in ieder geval niet. Maar waarom zou ik kaarten moeten tellen? Ik heb helemaal geen aanleiding om dat te doen. 1, 2, 3, 4, 5. Scheid. Ik kom er ook niet uit. Oh, what the fuck? Ik heb een sleutel uit de metronoom. Oh, hoe de hel? What the fuck? Ik ben echt tering slim. Oh, dat is een... Wow. Slaap jij nog? Nog. Oh, oké, maar dat is wel ziek. We maken progressie. Dit is mooi. We doen dit goed. Zo, deze vraagt wel veel aandacht vergeleken met de vorige. Helaas geen doorwin. Oh, maar dan kan ik nu verder kijken. Oh, fuck. You show me written notes corresponding to the letters. Then you show me how letters correspond to the piano keys. Ja, dat is logisch. Staat er gewoon boven. Exactly 3 times a week. Dat was het ding. 80, 3 keer metronoom. Ja. How written notes correspond to the letter notes. Then you show me how letter notes correspond to piano keys. Maar wat moet ik dan invoeren? Wat wordt het deuntje? Hoi! Ik weet het ook niet, Ruder San. Ik zie wel eens een soort van koffievlek of zo, dus ik dacht misschien. Gewoon misschien. Horse race numbers zijn er ook nog. Ik snap groen nu. Oké. Ja? Gold Rush, the beer your enemies wish you didn't drink. Okay. Oh, we hebben gewoon een biertap, gek. Hoppa, ziek. Sorry, het duurde even voordat ik het had. Ja, heb je hem? Oh, oké, misschien kunnen we nu verder. Ja. Misschien kunnen we nu verder. Het is een poster handler. Oh, een poster handler. Handle. Handle? Oh, die kan... Handle? Oh, huh? Misschien in de bierding? Nee. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, deze dit ding, denk ik. Oh, nee, dat is een token. Huh? What the token. Fuck? Oh, hier. Hoe is dat? Oh, what the fuck? Hey! Oh, dat is mensen met piano. Dat zijn de noten. Ja, yeah, ik hou van noten. Dank u. Gewoon allebei. Oké, dus dat is dan een E. Hoe kan jij dat lezen? Wacht, laat me even mijn tweede jaar muziek voor me. Het is een lage E. Dus de linker E. Dan is het een A. Een midden A, denk ik. Dan is het B. B? Midden B? Ja, naast de A. Dan is het een hogere E. Oh nee, kut. Sorry, ik doe het verkeerd om. Ik? Even opnieuw. Dus het is A, B. Waar? Is het niet lage E als eerste? Nee. Ik zat gewoon helemaal... Okay. Ja, gewoon een beetje error. Te weinig koffie A, op. A, B. En dan een hoge E. Dan een lage E. En dan weer een hoge E. Dan moet ik waarschijnlijk sneller spelen. Wacht, dus misschien wel. A, B, E, E, E. E. Dat jij E. 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 Ja, dat kan ik. Ik heb voor de fysiekschool gehad. Wat? Where's the Faro table? Shaving cream. Oi, laat. De Faro table is die groene in het midden. Oh. Waarom? Is dat in de deksel van de shaving? Oh, kut. Nee, hier is de shaving cream zelf. Oh, nu hebben we progressie. Nu kan ik dit erin doen. En dan kan dit op de schilder... Oh, het ging om deze schilderijen. Oh, Doorn! Er zit een briefje in dit ding. Doorn, kijk wat ik doe. Oh, Doorn. Ik kijk. Doorn. Nog meer noten. Doorn, nog een melody. The melody will make sense only when the bar is stocked. Oké, dan moeten we dat eerst volladen. Ja. Maar kijk, deze fles, er zit een brief in. Wacht, kijk. Oh, je gaat alles. Daar zit inderdaad een brief in. Hoi, kapot. Oh, dat wilde ik doen. Brief. Token. Ik heb de brief. Ik heb de token. If it's treasures you seek, find the middle black key. Play it as many times as its siblings you seek. Middle black key, dus gewoon op de piano. Middle black key. Ja, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nee, siblings. Dus 5 en 5, dus 10 keer. 2, 3, 4, 5, 6. Hey, ziek! Pa. Oké. Okay. Schiet. Nee, we kunnen nog niemand in koude bloed executeren, Don. Gaat nog niet. We hebben daar kogeltjes voor nodig. En een cilinder missen we. Oh. Fuck. Oké, maar we hebben de... Oh, we moeten best wel met de piano doen dan wel. Ik ga eerst even alle schilderijen gewoon doen. Oh. Ja, ga tegen. Hey, oh, dit is de paardenrace. Die staat bij jou ergens, dacht ik.
Only winners count for season standings. Oké, okay, ja, maar dit is makkelijk. Deze twee... Je moet gewoon een gemiddelde nemen, toch? Of wie het hoogste eindigt in principe, die... Only winners count for season standings. Of is het de nummer 1? Dus dan moet je... er is niemand eerste geworden in de eerste race? Nee, de nummer... paard 2 is de winnaar. En dan is het paard 4. Paard 2 is Sunshine. De Sunshine is de season winner. En dan moeten we daar iets ophangen. Ja, klopt. Maar wat? Moeten we dan die dingen daarvoor vinden? Even whisky met appel hebben we wel. We hebben een appel. Appel? Appel is 1. En dat is paard nummer 1. Kan ik dit ophangen? Oh nee, er staat gewoon een appel op de... Er stond gewoon een appel. Ja, zoeken we dan... Oh, dus de egel. Heb je hem goed gezet? Wacht, kunnen we er iemand verder? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dan staan ze in ieder geval allemaal daar. Kijk, er is meer. Oh nee. Er is meer. Nee, toch niet. Hier in de piano, in het middelste deel, zit ook nog zo'n kastje. Dus ik vermoed dat we daar nog iets... Ja, maar dat is deze, denk ik. The melody will make sense only when the bar stopped. Ja. Maar we hebben dus wel de paardenrace. Die is, dat is misschien de paardenrace en de bier. Edgar staat hierop. En Gabe ook. Op de schedule. Wat verdomme, dat meen je. Ja, Gabe en Edgar. Dus een mustache. Maar niet echt iets van verlies. Want ik heb dit briefje wel al gebruikt van een andere puzzel. Edgar's win en Gabe's loss. Maar is het verlies van je snor? Is dat gewoon... Ja, daar dacht ik wel aan. Nee, dat is echt... Dat is, ja, weet je, misschien. Dat misschien. Is zelfs voor mij ver gezocht. Oh, oké. Okay. Ik wil al ver zoeken, hoor, voor jou. Dat mag jij. Ja, of we moeten iets met die faro-table... Ja, hier kunnen we sowieso iets mee doen. En we hebben deze nog, hè, de kaartenteller. Ja, want hier staat ook regels. 2 cards are turned over each round. A left card and a right card. Left is rood, right is groen. If you bet on left, you lose money. If you bet on right, then you win money. Otherwise, you get to keep your bet. And a dead bet is make sure you don't make a dead bet... That is to say that oh, maar Gabe en Edgar staat hier ook. Gabe's win. Oké, okay, maar dan kunnen we hier even uitrekenen waar Gabe heeft gewonnen. En welk getal dat was. En, oh nee, Edgar's win en Gabe's loss. En een deadbed. Dus die dingen staan er allemaal op. Oké, wacht. Even kijken. Saying that you're betting on a card value that has already appeared all 4 times. Oké, okay, dus... Is dat wat gewoon in elke ronde, zeg maar... 8. 5. 5 is 4 keer voorbij gekomen ook. Ja, dan is 5 de deadbed. Ja. Dan kan je die invullen. Edgar's win. Zijn er niet meer wins of heeft Edgar echt maar 1 keer gewonnen? 2 cards. If you bet on the left, you lose. If you bet right, then you win. Oké, dus hij moet 1 keer op de rechter gebet hebben. Dat is dan een getal geweest. Maar welk getal? Ja, dat is K, zie ik staan. Koning. Dat was 10? Oh, nee. Ja. Nee, Edgar's win was het volgens mij. Was het niet... Edgar's win zou dan 6 zijn. 6 en dan Gabe's loss. Is dat dan niet automatisch 5? Is het dan 6, 4, 5 of zo? Nee, 6, 5, 5. Nou, ga maar open. Ja, Edgar's win, deadbed en Gabe's loss. Hij gaat niet open. Ik ga gewoon al... Wacht, make sure you don't make a deadbed. That is to say that you're betting on a card value that has already appeared all 4 times. Ja, yeah, dat is de 5, zou je zeggen. Ja, die komt wel zo vaak voor. Ja, en Gabe die zet er uiteindelijk op in. Oh, Gabe's los. 2, sorry. 2. Potverdomme, hè. Ja, dat is... ik las het er verkeerd. Ja, toch. Dat was hem. Dat was hem. Fuck. Hé, nu weet je welk bier. Welk wat bier is. Bier. Oké. Okay. Bier. Hold, wacht. Oké. Okay. Nog niet nadenken. Want het is tijd om te tanken. Bier. Zo, bier. Undertaker. Bier. Maar dat is okay. Bier. Jij moet even iets inschenken, alleen ik weet niet waar je dat in moet doen. Maar we kunnen even de getallen, want waar moeten we dit uiteindelijk invoeren? Is dat op dit ding? Nee, het is how to get good liquor. Dat is volgens dit... Gold Rush is dan 3? Of is wat 4 hier aan de... Nee, 1 staat aan de rechterkant, zeg maar. Dus dat is dan de Gold Rush is 2, Undertaker is 1, Bennett is 3, Snake Oil is 4. Oké. Okay. Ik weet niet waar je dat dan in moet vullen. Ik ook niet. Pour some bandit and stop. Moet je ergens in doen of zo? Ja, ik weet dus niet wat. Ja, je zou de koffiemeuk kunnen proberen, maar het lijkt me niet. Lijkt me ook niet. Ik weet dat ik een emmer nodig heb of zo. Voor de rest ook geen andere container gezien. Maar dit is een begin, weet je. Het is een begin. Het is ook niet zo moeilijk. Pour some bandit. Dat is een stap. Pour some undertaker. Een stap. Start pouring snake oil. Then pour some gold rush. Stop. Finally pour some more gold rush. Hey! Oh, maar hier is alles van de bar.
Oké, okay, nou moeten we gaan ontcijferen waar dus alles moet staan. En als we dat hebben, kunnen we die piano gaan. Oké, ik zal het oplezen. Ja. De bel. Linksonder. Bottom left corner. Waar is de bel? Hebben we die ook? De bel? Gewoon iets... Wat bedoel je? Je hebt de bel niet. Nee, ik heb een schedel en ik heb een timeless. En ik heb... Of is dit de bel? Oh, dit is de bel, sorry. Linksonder. Okay, je... Ja. Ja. De skull moet 2 boven de Liberty Bell. 2 boven de Liberty Bell, oké. Okay. Oh, dus. Skulleke, 2 boven de Liberty Bell, check. De horse moet 2 naar rechts, 1 naar beneden van de schedel. 2 naar rechts, 1 naar beneden, oké. Dat is, even kijken, dus die, ja. Ga zo door. Oké, okay. De buffel moet 3 naar rechts van de schedel. Ik open, nee, dat vond ik wel ding. De 3 naar rechts, 1, 2, 3. Juist. De egel moet 2 naar beneden van de buffel. Ik heb de egel. Perfect. En het klokje moet rightmost from the warhorse. Dus helemaal naar rechts van de warhorse. Tada. Nou, kijk, yeah. Dat is hij. Oh, en nu zien we dus waardes van. Weet je, nou kunnen we die tune spelen. Ik heb hier dus de piano. De melody makes sense only when the bar is stopped. Dus dan doet dit iets speciaals. Oké. Okay. Oh, het draait nu, of niet? Oké, okay, dus de eerste noot is de schoppen. De schoppen. Is dat iets? Tweede is de diamant, of ruit. Oké, okay, dat is... Ik kan de derde niet zien. Oh, kut, zei ze schoppen in het begin? My bad. Ja, ik zei geen klaver. Nee, maar de beleiding staat een beetje vreemd. Beweegt dat niet nu ik het indruk of zo? Doe de schoppen eens. Nee, ik zie niks. Ze draaien niet. Oh. Ik heb het idee dat we alles moeten connecten of zo. Ja, er staat zo'n beleiding. Ja, maar wat? 3 klopt dan niet, toch? Waar is 3 dan mee? Nee, 3 staat nergens aan verbonden. Tenzij... Die gaat naar onder, nee, wel. Ik snap het en dan al. Naar boven. Onder, en dan, ja, oké. Okay. Beetje oldschool dus. Dr. Mario-achtig. Exact. Oké, okay, 1. Schoppen. Schoppen. 2. Ruiten. Is het schoppen of is het Chopin? Chopin. Zo, dat was een vergezochte grap. Oké, okay, 2 is ruit. Ja. 3 is klaver en 4 is harp. En dan... Oh, yes. Hey, en dit is voor de paardenrace, denk ik. A shoe horse. A horseshoe. Sunshine was Sunshine. De winnaar. Oh, ik heb er maar 1. Wat? Waar is een andere? Ik heb echt maar 1, ik weet ook niet. Ik weet ook niet. Ik weet ook niet. Maar wat moeten we nu dan nog ja, doen? Ja, dat weet ik ook niet, weet je. Oh, ik heb wel die tandwiel. Heb je nog een sleutel of zo voor dit ding? Nee. Hier heb ik wel die gears voor. Oh, we hebben dit ding nog. Boy, one of each. Ja, dit heeft misschien te maken met de servicekaart daarachter. Dan dus moet ik... 1 van elke. Ja. Dat is... Is dat gewoon de prijs die we moeten... Ik vermoed van wel, maar ik snap dus niet helemaal... Oh, dit zijn de centen. Dit zijn... Oké, wacht. Ja, check. Dus sigaren, 3 centen. 3 cent? Ja. Bier, 5 cent. Ja. Hard liquor is 25 cent. Oef. The good stuff is 40 cent. 40 cent? Ja, nu komt het leuk. Zo, deze mensen... Een song request, $1. Oké. Een shave, $1. Ja. Een haircut, $2. Oké. Okay. En de VIP-tafel, $5. Alright, hij is op. Zo, man, deze mensen gaan echt schrikken als de inflatie helemaal aankomt waaien. Zo, echt hoor. Ja, horseshoe. Oh, wacht eens. En? Dit is een bronzen horseshoe, dus dat is de derde plek. Ja, kijk eens wat ik open heb gemaakt, Don. En ik heb hier een gouden horseshoe. Oké, okay, dus waar de bronzen nu hangt, daar moet de gouden. Oké, okay, maar waar moet de bronzen? Ja, dat is de derde. We gaan eerst even de tweede uitvogelen. Oké, okay, doe je dat? Gek, ik zal de gears erin stoppen. Ik hoop niet dat dit de Gears of War zijn, maar kan het. Zo. Lucy Rick, toch? Ik zou zeggen 4 en 4 is bold. Zilver is bold. Waar heb jij de gouden? Die hangt aan de muur. Riggedy, riggedy, Rick. Waar? Ik heb er 2. Oh, huh? Oh, is die zilver? Oh, die is zilver. Sorry, hij leek een beetje goudachtig. Ik had niet naar de naam gekeken. Oh, oké. Okay. Oepsie. Dus je hebt de gouden horseshoe nog niet? Zeg ik niet. Nee, die heb ik niet. Maar die zit misschien hierin, in de slotmachine. Oh, ja, oké. Okay. Dan moet ik even de gamble gate hebben. Want ik weet even niet meer hoe ik de ding op... waar is dat boek van de gambling? Is dat deze? Juist, oké. Okay. Place a coin to test the winning of unlock the backplate with the service key. Hebben we check. Insert the 2 red gears, disable the randomness. Align the slot wheels so the next time they spin they will produce the jackpot. Oh, maar dan moet ik hem misschien dicht doen. Zou dat het echt zijn? Wacht, kijk eens aan jouw kant. Oh.
Ja. Verandert die? Wacht even. Wacht, er staat ook weer gewoon een gouden horseshoe staat er gewoon op. Misschien moet ik die wel gewoon kiezen. Insert, the gears, ja. Align the slot wheels, so the next time they spin, kijk dit, it will produce a jackpot. Ja, maar er staat dus ook een horseshoe hierop, dus misschien moeten we die wel gewoon bewust hebben. Ja, je wint door in ieder geval dus 7, door 3 zevens te hebben. Ja, wacht, ik kan even iets proberen. Spin hem eens. Oh, dat was hem. Rigged! Hey, kijk eens. Hoppa, dat is de horseshoe. Hey! Hey, de revolver chamber. Hey, die kan in de revolver, maar dan missen we nog een kogel. Kijk. Denk je? Zit er niet gewoon al eentje in? Bah! Bah! What the fuck? Easy! Easy! Easy dan! Easy! Waarom kregen we hier een uur voor? Dat lukte we in een half uur. Eerlijk? Wij passen wel bij het Wilde Westen. Ja, toch? Kijk, kijk hoe we eruit zien. Kijk vooral hoe jij eruit ziet. Ik zie er gewoon goed uit. Ja, nee, dat is niet gelogen. Je ziet er gewoon goed uit. Nou, Don, je ziet er zo goed uit. Ik zou wel een beschuitje met je willen eten in een andere escape room weer een keer. Oh, maar daar zeg ik geen nee tegen. Nee, dat dacht ik al. Gelukkig heb ik zoveel succes in het hele veld van beschuitjes eten. Nou, thanks voor het kijken, iedereen. Vergeet natuurlijk niet om Don natuurlijk ook te checken. En wie weet tot de volgende escape room of andere video. Check nog even mijn merchandise. Dank u wel. Tot ziens.